Kogelstoter en discuswerper Rutger Smit vreest voor het einde van zijn carrière. Bij de Diamond League-wedstrijd in Shanghai is de reus uit Leek zwaar geblesseerd geraakt. In zijn laatste poging met de discus glijdt hij uit en grijpt meteen naar zijn rechterbeen. Waarschijnlijk is de Achillespees afgescheurd. Kut, einde carrière. Smit trainde het afgelopen half jaar in Amerika vanwege betere weersomstandigheden en om blessures als deze te voorkomen. Hij zou eind deze maand terugkomen naar Nederland. Op 8 juni zou hij meedoen bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo op het onderdeel kogelstoten. Trainer Gert Damkat laat weten het verschrikkelijk te vinden. Niet alleen voor Smit zelf, maar ook voor de Nederlandse atletiek. Hij denkt wel dat Smit de moed op kan brengen om nogmaals terug te komen. Het is de fucking end of my career. Hij is weg. Kut.